Nou, wij zijn een familie Reinders. We hebben twee zoons, Niels en Kasper, 9 en 5 jaar oud. Ah, moeilijk. Hoe een moeilijke tijd. Ik blijf optimistisch. Je mag naar eens mee heen, hè. Je moet er het beste van maken. Maar gewoon volhouden. Wij werken alle twee thuis. We hebben de gelukkige omstandigheden dat we thuis kunnen werken. Maar ja, de scholen zijn ook dicht, dus de kids die zijn ook thuis. Ja, en daarbij hebben wij het geluk dat Timo zijn broer bij ons oppast. Dus ik ben meestal tot een uur of 12:00 ben ik bij de kinderen en dan komt Olivier oppassen. Zodat ik toch ook nog wat ruimte heb om te kunnen werken. Weet je, het gaat al bij al ook best wel goed. Maar het is zeker ook voor Niels de oudste, die heeft best wel veel werk op school. Maar wij moeten ook werken, hè? Mijn agenda is niet leger dan normaal. Dus ja, af en toe levert het wel wat kleine irritaties op en loopt iedereen toch wel een beetje gestrest door het huis. Maar nu is het wel veel fijner, want mama geeft uitleg, papa is druk in de weer, dat is dan wat minder fijn. en Olly die is gewoon leuk met ons dingen aan het doen. Ik ben Charles Klaasens en ik ben trots op al die thuiswerkende ouders die ook thuis onderwijs geven in een onzekere tijd. De kinderen niet naar school, wel naar school. En dat zijn heel veel gezinnen, waaronder de familie Reinders. Een goedemiddag. Een hele goede middag. Thuis lesgeven, ging het goed? Ja, het was intens. Ja. Je doet het net iets anders dan als ze het op school leren en dan botsen het wel. Ja, en het eigen werk dan tussendoor. Ja, je zit toch met z'n allen de hele tijd tussen vier muren, hè? Dus dat levert ook wel kleine ergernissen op, wederzijds. Je bent zelf natuurlijk ook wat stress, hè? Normaal heb ik tussen twee overleggen door, heb ik een half uur en dan doe je even wat mails of je belt iemand. En nu loop je dan maar even naar beneden om te kijken hoe het met de kids gaat. Ja, we hebben gewoon de luxe dat we allemaal een eigen kamer hebben om te werken. Ja, want die verhalen ken ik ook, hè, waar inderdaad in één kamer en les gegeven moet worden en het werk van de baas gedaan moet worden, zou ik maar zeggen. Dus dat, ja, precies. Maar dat is wel goed gegaan. Ja, dus dat is goed gegaan.